Welke overlast heeft u van de eikenprocessierups? Nou, in de eerste plaats ben ik heel erg allergisch ervoor. Je krijgt overal jeuk. Mijn buurjongen ook, meerdere mensen in de buurt. En ik vind gewoon dat de gemeente te weinig doet. Hun stellen naar prioriteiten, maar willen wij ook graag. Er lopen hier heel veel kinderen met scholen die gaan picknicken bij de kinderboerderij in het bos. De mensen van de Titus Brandsmahof die met vrijwilligers met de rolstoelen hier doorkomen. Iedereen heeft er last van. We hebben natuurlijk in het voorjaar al gespoten. Maar nu er zoveel eikenprocessierups en heel veel bomen zijn, gaan we met stofzuigers alle nesten wegzuigen. We proberen dan, we kunnen natuurlijk niet alles tegelijk. We hebben 2 hoogwerkers en 2 stofzuigers ter beschikking. Dus we moeten wel keuzes maken over waar we beginnen. Deze benadering is vrij effectief. Dat wil niet zeggen dat zich niet ergens een rupsje achter een blad heeft verstopt als wij aan het zuigen zijn. Dus het kan ook maar zo zijn dat er weer een nieuw nest ontstaat. Dat is geen garantie. Maar dit werkt vrij goed. De eikenprocessierups is een rups die heel veel overlast aan de bevolking, zeker de mensen, geeft. En weinig met eikenboom doet. Eikenboom heeft er zelf geen last van. Hij wordt wel een beetje aangevreten, maar daar geeft hij niks om. Dus daar groeit hij gewoon doorheen. Maar voor de burger is het een heel vervelend ding. Vroeger hoorden we er nooit zoveel over. Hoe komt het dat het tegenwoordig zo aan de orde is? Ja, dat is een beetje gissen natuurlijk. Het schijnt dat het beestje al heel lang geleden voorkwam in Frankrijk. Dat hij vanuit Frankrijk hier naartoe is gekomen. En nou, Limburg is het eerste mee besmet geraakt. En van daaruit heeft het beestje zich verspreid over Nederland. De gemeente zegt dat ze prioriteiten moeten stellen. Wat vindt u daarvan? Ja, nou wat zijn hun prioriteiten en wat zijn onze prioriteiten? Ik vind gewoon als je heel veel mensen langskomen, het is echt een weg van, nou, iedereen komt hier gewoon langs, ook naar het groene veld, overal. Allemaal kinderen die gaan zwemmen en naar het bos gaan. Zondags is er in het bos, is de muziek in de koepel. Ja, er komen zo gigantisch veel mensen hier langs, dus ik vind gewoon dat ze hier wat aan moeten doen. Dat is mijn prioriteit. We hebben alle bomen waar nesten in zitten gemarkeerd. En dan hebben we de mensen met de stofzuiger sturen we eerst naar plekken waar veel mensen zijn. En vooral kinderen, hè, die kunnen daar knap last van krijgen. Dus bij kinderspeelplaatsen, scholen, fietspaden waar veel mensen langs fietsen, die doen we eerst. En dan daarna proberen we ook de andere eiken allemaal aan de beurt te laten komen. Maar goed, we moeten het met 2 stofzuigers doen. Dankzij de werkgroep Almelo, Bomenstad en Gert Pezij van GP Plants en een snelle samenwerking met de gemeente wordt de Almeloze binnenstad opgefleurd met 400 hortensia's. We zijn natuurlijk nog steeds bezig om die stad te gaan vergroenen. Bomen neerzetten in de stad, ja, dat is een lang traject. Daar hebben we en heel veel geld voor nodig samen met de gemeente, maar ook een bepaald seizoen. Toen hebben wij samen met de gemeente en met Gert Pezij om tafel gezeten. Wiep heeft daar het voortouw ingenomen. Bedankt Wiep. En gezegd van ja, wat kunnen we nou doen om die stad toch wat gezelliger te maken? In de vorm van groen of bloemen. En toen is het heel snel gegaan. Een prachtige combinatie. Gemeente, Stichting Bomenstaat en een particulier. Gewoon top. En dan zijn er ook nog mensen die de plantjes in de grond hebben gezet. Ja, dat zijn opstarters. Dat zijn mensen die eigenlijk willen kiezen voor dit vak in de groenvoorziening. En die hebben hier een leerproject en die hebben samen met de gemeente al die planten in de grond gezet. De bloembakken die worden door de gemeente voorzien van water. Hortensia's hebben veel water nodig. En we hebben een mail gedaan en de verantwoordelijkheid neergelegd bij de ondernemers in de binnenstad. Die stad is nou zo mooi geworden met al die hortensia's. Hou de plantjes voor je deur, hou die nat en vochtig. Maar we gaan ook nog contact opnemen met de dagloners die hierachter zitten. En we gaan ook aan hun vragen of zij er ook nog een rol in kunnen bekleden. Buurtgenoten en andere geïnteresseerden kregen woensdagmiddag de gelegenheid om de plannen van het Doepark De Hagen door Stichting Naturus Almelo te bekijken. En tijdens een rondje door het park te kijken wat er allemaal al gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat. Nou, goed zo, dames en heren. Ik dacht, ik stap hier even. Daar zit de pool.
die dus gevoed gaat worden, waarna het water door het beekje naar beneden heen stroomt. In de poel hebben we een aantal stapstenen gelegd, met aan de linkerkant een paar stapstenen en een stam die we hebben neergelegd, wat een balanceerstammetje is. Ja, u mag het al proberen uiteraard, hè. We zijn nu op dit moment aan het bouwen met de natuurspeelplek. Er komt een klimtoren in met verschillende manieren om erop te komen. Dus verschillende klimuitdagingen als opgang. Een brandweerstang om naar beneden te glijden. En een glijbaan komt daar aan. Er komt een tunnel met een trapje erbij daarnaast. En dat is allemaal op het eiland. Daarna komt er nog een speelplek voor kleinere kinderen. Die is ook deels of volledig afgezet, dat weet ik niet exact. Maar met het idee dat de ouders daar met kinderen kunnen zitten en ze in de gaten kunnen houden. Waar een waterspeelplek komt, wat stapstammetjes, een speelhutje. Nou, ik vind dit een heel goede vooruitgang voor het centrum van Almelo. Het wordt echt heel mooi. Ja. En dit zitten wij echt op te wachten dat er iets gedaan wordt met het park. Ook wat betreft voor de jeugd. Eigenlijk voor alle leeftijden. Van jong tot oud. En hoe lang gaat dat duren? Want de Almeloers popelen van ongeduld natuurlijk, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, exact durf ik het ook niet te zeggen. Maar volgens mij is het idee dat rond de zomer inderdaad toch het geheel zover klaar moet zijn. Dan zit er nog een keuring die erbij hoort, waar ik niet direct invloed op heb en niet exact weet hoe dat zit. De officiële opening van Doeppark De Hagen is gepland in september. Heel warm weer is, dan gaat ze onder het blad zitten. Ja. Gewoon onder het blad. Maar daar gaat het nu momenteel om. De coloradokever. En dat is een heel schadelijk beestje voor de aardappel. Die vreet de hele aardappel op. En je bent verplicht om die coloradokever te bestrijden. We doen dit zoveel mogelijk. We proberen met allerlei middeltjes om die dingen weg te krijgen. Maar ze komen altijd weer. En we halen ze meestal met de handen weg. Dus als je dus veel hebt op de tuin, dan krijg je sowieso rode handen. Ze zijn dus vroeger vanuit Amerika hier naartoe gekomen. Daar komen ze oorspronkelijk weg, wat ze mij verteld hebben. En de laatste jaren is het veel erger geworden. Dit jaar is het hier op de tuin verschrikkelijk. Echt, iedereen die aardappel heeft, heeft wel larven op de tuin. En die beesten die kunnen de winter overleven? Ja, die kruipen dus in de grond. De gewone Colorado kever kruipt heel diep in de grond. Uh-huh. Die komt dus, zo gauw de aardappel in de grond staat, dat we gepoord hebben en er komt bladeren aan, dan legt die eitjes op de bladeren en daar komen de larven van. Okay. Je hebt zelf gezien, die rode beestjes, dat zijn dus de larven. Ja. En als je die larven niet bestrijdt, ja, dan krijg je volgend jaar nog weer meer coloradokevers. Je kunt gewoon zien, de hele aardappel, de stam is gewoon kaal gevreden. Maar beschaden ze ook nog andere planten? En, nee, dat niet zoveel. Ja. Ze zitten wel op de planten, maar die beschadigen ze niet zoveel. Ja, het is een van mijn werken die ik hier exposeer. Het is van Koper. Ja, ik heb wat met paarden. Je hebt ook een hele grote gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Die staat nu in Keulen, op de grote bandenbeurs daar in Duitsland. Je zit hier nu even in Oud-Marsum. Echt kunstenaarsstadje. En beschouw je dit als een filiaal of zou je wel willen blijven?
We zijn hier uitgenodigd om hier ons werk te exposeren. Ik moet zeggen, de laatste tijd komen aardig wat mensen ons bezoeken. Maar je hebt hier nog wel wat ruimte. Zou je nog meer Almeloze kunstenaars kunnen gebruiken hier? We zijn altijd wel op zoek naar kunstenaars die wat moois kunnen maken en die bij ons, bij onze stijl passen. We zijn nog aan het opstarten. De bedoeling is dat ik in de kelder een zeefdrukkerij begin en dat ik daar t-shirts ga drukken. En als mensen een leuk ontwerp zien, kunnen ze zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld op een blauw t-shirt. En dan kunnen ze zelfs ook nog aangeven kleurprint. En dan wordt de plekken gemaakt, klaar terwijl u wacht. Waarom een Almeloze kunstenaar in Oud-Marsum? Dit is een leuke stad en de mogelijkheid om je werk te laten zien. Het is wel de bedoeling dat wij nog een aantal andere kunstenaars uitnodigen die ook eventueel kunnen staan en hangen, hun werk bedoel ik. En, dus wat dat betreft, ja, er is genoeg ruimte voor andere mensen. Goed, je bent nu met 3 man. Eigenlijk hebben jullie een soort filiaal hier. Ja, het is eigenlijk een klein. Het is best een hele grote galerie. Zoals het er nu uitziet, lijkt het wel een museum. Het ziet er allemaal best heel mooi uit hier. En, de kunst die komt hier echt heel goed uit, omdat we zoveel ruimte hebben. Het staat niet kort op elkaar. Je kunt er omheen lopen enzovoort. De nieuwe privacywet AVG zorgt voor behoorlijk wat onrust bij bedrijven, instellingen en verenigingen. De Rabobank Noord- en West-Twente nodigde daarom haar cliënten uit voor een kennis-event om hun kennis van de AVG up-to-date te brengen. De verordening is vanuit Europa. Het komt voornamelijk uit een verandering van de technologieën en een verdere over de grenzen heen handelbedrijven. De wet bescherming persoonsgegevens, dat onze Nederlandse wet voor de AVG was, voortgevloeid uit een Europese richtlijn, nog uit de jaren 90. Nou, je kunt zich voorstellen wat er allemaal aan technologie is gewijzigd sinds de jaren 90. En dat op een gegeven moment ook zo'n die wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens moet worden gemoderniseerd. Er zijn een heleboel schandalen ook in de media geweest over de verkoop van gevoelige gegevens. En het was toch echt wel nodig om daar heel duidelijke afspraken over te maken. En ook om die internationaal uniform te houden. Om te zorgen dat in elk land binnen Europa dat op dezelfde manier gehandhaafd wordt. Dus ja, die AVG die was wel echt nodig. Ja, de belangrijkste tip is denk ik dat alle bedrijven en alle verenigingen die moeten zich eigenlijk afvragen. Laten wij naar de buitenwereld toe? Laten wij aan de autoriteit zien dat we het serieus nemen? Zijn we hiermee bezig? Kijk naar je processen. Realiseer je dat elk persoonsgegeven dat je verwerkt gevoelig is. En dat je voor elk persoonsgegeven dat je verwerkt een goed verhaal moet hebben. Waarom doe je dat? Hoe lang bewaar je ze? Ik denk dat de belangrijkste tip is dat je daar gewoon bewust van wordt. Een van de grondslagen van de nieuwe wet is dataminimalisatie. Want persoonsgegevens mogen eigenlijk niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is. En er moet een doel bij bepaald zijn. En daarom zeg ik wel eens, op het moment dat je dus documenten bewaart of daarmee gaat werken met persoonsgegevens erop, dan adviseer ik organisaties altijd om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ik zie het eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld de sleutels die je een vast plekje geeft in je huis. Zo geef je bepaalde documenten ook meteen een vast plekje, zodat A, het document meteen terug te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Maar B ook, op het moment dat het om persoonsgegevens gaat, en die moeten bijvoorbeeld verwijderd worden of daar moet wat mee gebeuren, dan kun je er door middel van goede systemen voor zorgen dat zo'n document tijdig en correct verwerkt of verwijderd wordt. Het grootste datalek is over het algemeen toch wel het verkeerde mailadres en de verkeerde gegevens naar de verkeerde personen sturen. Een andere die veel voorkomt is een gestolen of verloren laptop. Waar misschien nog bedrijfsdata op staat en wat gestolen wordt uit een auto of achterblijft op de parkeerplaats. En daardoor mogelijk data van een bedrijf ergens anders terechtkomt dan zou moeten. U waarschuwt daarvoor en
U kunt dat voorkomen. Hoe voorkomt u dat dan? Nou, wij zorgen voor passende maatregelen. Dus wij kunnen bijvoorbeeld voor zorgen dat we bedrijven adviseren of zo inrichten dat bepaalde gegevens niet zomaar opgeslagen worden op dat soort media, dus op een USB-stick terecht kan komen. Of als het nodig is dat het toch uit het pand moet komen, dat het versleuteld opgeslagen wordt. Of versleuteld verstuurd wordt, zodat de data alleen toegankelijk is voor degene die de code heeft om het te ontsleutelen. Deze bronzen galopperende ruiters uit 1993 zijn van de hand van Frank Lettery. Het was een gift van de Rabobank bij de opening van een nieuwe vestiging in Almelo.